Dames en heren, tijd voor mijn Avro-collega en tweevoudig winnares van een John Krakamp Music Award, Chantal Jansen. Hoe is het? Alles gaat me, jong. Ja, hij is een nieuwe jurk aan. Ja, kijk eens wat ik net gekocht heb. Oh, best man. Petticoat? Mooi, een petticoat. Oh. Ja. Het gaat goed met je Gronings. Ja, het gaat heel goed. Je zit op Groningse les, hè? Ja, ik zit op Groningse les, ja. Oh, klinkt goed. Zeg, want er is een speciaal voor jou een musical geschreven. Ja, ja, dat voel je toch altijd een beetje klein als je dit nu hier zo zegt. Ja, het is bijzonder, toch? Want het is volgens mij nog niet echt voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis van de musical. Nee, maak het niet nog ongemakkelijker voor mij dan het al is. Nee, het is echt fantastisch. Ik ben er echt heel dankbaar voor om met het mooie team te werken. Hoe ging dat? Ja. Nou, ik zal het telefoongesprek zal ik de mensen niet mee vermoeien, hoor. Maar het is echt fantastisch. We hebben echt een geweldig team en een geweldige cast bij elkaar. Super muziek van hen, die vrienden. En ja, natuurlijk ben ik er blij mee. Dat is een eer voor elke musical actrice. Heb je ook heel veel invloed op het script? Ja, ja, wel een beetje. Nou ja, het is al zo goed. Ik hoef er verder niet zoveel aan te doen. Waar gaat het over? Ja, dan kan ik wel gaan zeggen waar het over gaat, Frits. Maar we hebben wekenlang gewerkt aan een soort mini-speelfilm van Petticoat. En waarom hebben we dat gedaan? Wij denken echt dat de sfeer van Petticoat daarin het beste te vangen is. En we hebben het gedaan met de regisseur Joram Luursen, ook bekend van Alles is Liefde. En ik ben er echt helemaal verrukt over. Ik heb hem pas één keer gezien en ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heel goed gelukt. Ja, en hij gaat vanavond in première. Ja, dus dames en heren, ik hoop dat we hem allemaal leuk vinden. Gaat u lekker een beetje achterover zitten en kijkt u naar de première van de mini... mini-speelfilm. Ja, oh ja. De mini-speelfilm Petticoat. Goedenavond, dames en heren. Een uitgelaten sfeer in onze hoofdstad, waar hedenavond het grootste muzikale spektakel van ons land plaats zal vinden. Het Grand Gala du Disque. Het wachten is alleen op de grote ster van vanavond, Patty Hunt. Die zojuist arriveert. Zij laat natuurlijk onze harten sneller kloppen met hits als Petticoat, Alles om me heen en Jij. Ik weet het nog precies, het was op een woensdag in april. Jij vroeg, weet je soms hoe laat het is? De tijd stond even stil. De zon begon te schijnen en de lucht werd stralend blauw. Ik zei, gut, kijk nou, die zon is. Toen zei jij, dat komt door jou. Al maandenlang zijn Patty en haar petticoats niet van de hitlijsten weg te denken. Jij laat me blij. Want met dat lachje rond je mond lag jij de bloemen uit de grond. Wie is zij eigenlijk en waar komt deze dame vandaan? Om antwoord te krijgen op deze vraag nemen wij u mee naar het noorden van ons land. Het was hier in Winschoten waar Patty in de donkere dagen voor de oorlog het levenslicht zag. Slechts een enkeling kon destijds vermoeden dat deze jonge Groningse jaren later een nationale beroemdheid zou worden. Een ster? In vakken vul in ieder geval niet. Als Patricia Jagersma groeide zij op onder de rook van de strookkartonfabriek waar haar vader werkte. Niet iedereen was blij met de talenten van de kleine Patricia. Zoals we zo dan. Waar is het voor? Nederlandse televisie, meneer. Oh, heb ik geen zin in. Geen zin in dat gedoe. Ik heb geen zin in kapitalistische persbeschiet meer in de tuin. Wegwijs. Ik heb toch geen zin in. Kroop het bloed waar het niet gaan kon. En al snel zette de jonge Patricia haar eerste stappen in de showbizwereld. In de lokale dansing liet zij haar plaatsgenoten swingen op de tonen van de Noord-Amerikaanse beatmuziek. En het was slechts een kwestie van tijd voor Winschoten te klein werd voor deze ambitieuze zangeres. Tegen de wens van haar vader en tot verdriet van haar buurjongen Peter besloot ze haar geluk te zoeken in het verre Amsterdam. Aanvankelijk was het een behoorlijke stap van het winderige Winschoten naar de grote stad. Maar met behulp van enige leeftijdsgenoten
wist ze zich snel aan te passen aan haar nieuwe omgeving. In onze hoofdstad werden de talenten van Patricia al snel onderkend. Ik wist meteen dat het een hele grote zou worden. Ik pik ze er meteen tussenuit. Daar heb je een oog voor, of niet? Jongens, jullie zien toch dat ik nu bezig ben, of niet? Ik zie talent van mijlenver aankomen. Zelfs helemaal vanuit Winschoten. Binnen korte tijd mocht ze zich kronen tot winnares van een talentenjacht. Met een nummer dat speciaal voor haar werd geschreven door haar oude vriend uit Winschoten. Het bankje waar we zaten, op het nat beslagen raam, schrijf ik steeds waar onweerstaanbaar nu jouw naam. Alles om me heen herinnert me aan jou, wat zo prachtig scheen verdween. Alles om me heen versplinterde in rouw. De roep kwam echter pas toen ze werd gekozen tot zangeres van de Petticoats. Bij deze populaire band steeg de ster van Patty Hunt, zoals ze zich inmiddels noemde, tot ongekende hoogte. Toch ging niet alles voor de wind in het leven van de jonge zangeres. De roem eiste zijn tol en op het hoogtepunt van haar succes stortte Patty in. De kranten speculeerden op de oorzaak. De doktoren stonden voor een raadsel, maar de fans smeekten slechts om haar terugkeer. En eindelijk is het dan zover. De terugkeer van Patty Hunt is aanstaande en het hele land wacht gespannen af. Hoe zal zij zich houden? U moet alles geloven wat ze schrijven over Patty, hoor. Het gaat prima met Patty. Ze is ontzettend gelukkig met onze Rogier. Altijd al gedacht dat hij een leuk meisje zou vinden, maar dat dat zo'n ster zou zijn. Onze Ro is ook ontzettend talentvol, hè? Hij is geweldig met mode en dansen. U hoort het, dames en heren. Niets, maar dan ook niets, kan een prachtige avond ons in de weg staan. Hier bij het Grand Gala Tunis. Wij laten u niet langer in spanning. Hier zijn ze, de Petticoats. Waar je vrijdagavond komt dansen in de stad. Trek je stoute schoenen aan. Nog veel meer nieuws over Nederlands lieveling Patty Hunt. Het meisje dat leerde vechten voor haar geluk. Haar turbulente liefdesleven, de schaduwkant van succes. En haar worsteling met het verleden. Lukt het Patty haar lang verwachte comeback te maken? U kunt daarvan getuige zijn. Want Patty en de Petticoats komen naar een theater. Bij u in de buurt. Petticoat, de musical van nu over het Nederland van toen.